We zien deze week weer onrust ontstaan op de Europese obligatiemarkten. En dat zien we goed terug in de spread tussen de Spaanse tienjaarsrente en de Duitse tienjaarsrente. Die noteert op dit moment 150 basispunten. Ik probeer uit te leggen hoe belangrijk die spread is voor beleggers, zowel voor aandelenbeleggers als obligatiebeleggers. Vanaf de top in 2012, toen noteerde deze spread 625 basispunten en is dit jaar naar een dieptepunt gedaald van 110 basispunten. Vanaf deze 110 basispunten zien we eigenlijk dat de spread weer wat oploopt naar 150 basispunten en dat vertaalt zich eigenlijk in de onrust in deze spread op de financiële markten. De daling van 625 naar 110 basispunten gaf eigenlijk een ontspanning weer op de financiële markten en deze is hand in hand gegaan eigenlijk met de aandelenstijgingen in Europa gedurende 2012 tot 2014, recent de top in juli. Het is heel belangrijk dat deze spread, dat de weerstand op 160 basispunten, en dat is de dalende 200-daags exponentieel gemiddelde, en de horizontale weerstand op 175 basispunten intact blijven. Want zolang die weerstanden niet gebroken worden, dan is het slechts gewoon een opleving binnen de lange termijn dalende trend in deze spread tussen de Spaanse en Duitse 10-jaars yield. We mogen van daaruit weer een nieuwe daling, dus een verkleining van die spread, verwachten in de komende weken. Pas wanneer de spread boven de 175 basispunten breekt, ja, dan moeten we toch uitkijken, want dan lijkt hier toch meer aan de hand en kan de onrust op Europese obligatiemarkten gaan toenemen.